De vlag hangt half stok bij Buckingham Palace, het paleis van de koningin. Met dit bord liet de familie aan de wereld weten dat de prins is overleden. Hij is 99 jaar geworden. Eerder dit jaar lag hij al een maand in het ziekenhuis vanwege een infectie. Zo zag je prins Philip het vaakst, naast de koningin. Toen hij 18 jaar oud was, leerde hij de koningin kennen. En samen kregen ze 4 kinderen en 8 kleinkinderen. De bekendste zijn prins William en prins Harry. De prins was vaak te zien bij belangrijke evenementen. En ook knipte hij duizenden lintjes door. En daar maakte hij soms ook grapjes over. You're now seeing the world's most experienced pluck on there. Een paar jaar geleden ging hij met pensioen. Minister-president Boris Johnson laat weten dat het een treurige dag is voor het land. So we mourn today with Her Majesty the Queen. We offer our condolences to her and to all her family. And we give thanks as a nation and a kingdom for the extraordinary life and work of Prince Philip, Duke of Edinburgh. Het is nog niet duidelijk wanneer Prins Philip begraven wordt.